We hebben hier de gloednieuwe Shuttle, de SZ77R5 om precies te zijn. En het is Shuttle's eerste Ivy Bridge PC. En zoals het Shuttle betaamt, is het een klein kastje met een eigen moederbordje, een eigen formfactor zoals ze dat noemen. En alles zit er eigenlijk wel op en aan. Laten we eens even kijken wat er precies in de doos zit. Hier staat hij dan, zoals u ziet, mooi net kastje. Een kunststof voorzijde, metalen kap eromheen. Maar ja, dat is eigenlijk bij alle shuttles wel het geval. En achter de klepjes zitten weer wat zaken verscholen. Zoals hier ruimte voor een 2,5 inch cardreader, we noemen maar wat. En hieronder ook weer een klepje met op het front, zoals het Ivy Bridge ook betaamt, USB 3, USB 2, audio aansluitingen, etc. Achterop natuurlijk ook heel wat aansluitingen weer. Ventilator voor de voeding, processorkoeling, DVI, HDMI, wederom USB 3, USB 2, netwerkaansluitingen en 7.1 audio uit. De oplettende kijker zal gezien hebben dat hier nog twee slots zijn. Dat is de ruimte voor bijvoorbeeld een videokaart, als u extra grafische kracht wilt, of andere zaken. Intern is deze PC eigenlijk gelijk aan alle andere shuttles. Want we weten eigenlijk al hoe de koeling in elkaar steekt. Dat is met heatpipes geregeld. Maar dat gaan we uiteraard even laten zien. Zo. Het is een kleine PC, dus er is niet heel veel ruimte om te werken. Maar het zit wel slim in elkaar. Shuttle heeft bijvoorbeeld de geheugenbankjes onder de drive bay gemaakt, zodat daar nog net een geheugenmodule in kan en anders is het toch loze ruimte. Op het moederbord hier zien we ruimte voor de SSD cache en dat is standaard op Z77 moederborden. Hier het PCI Express slot, ruimte voor een dual B grafische kaart, dual slot, excuus. En hier de processorkoeler. Het zijn maar drie heatpipes. Nu kan wel topmodel i7 erin, maar verwacht niet dat u hem nog iets kunt overklokken, want dan wordt het wel heel erg heet. Dit is namelijk de enige ventilator in de hele behuizing. Draaien we hem even om, zien we dat er een 80 plus voeding in zit en in totaal 500 watt. Let wel, hij heeft niet heel veel ampère op de 12 volt lijn, dus een grote ATI kaart of AMD kaart zal er niet in passen. Al was het maar ook omdat de koeling niet toereikend is. Al met al is het best een leuke PC dit. Het moederbord is compleet. Er zitten ruim voldoende aansluitingen op om lekker uit te breiden. Aan de andere kant, de koeling van de behuizing is ook niet toereikend om een heel heftig systeem te bouwen. Dan de prijs, €399 en hebt u geen processor, geen videokaart en geen randapparatuur. Het is aan de prijzige kant, aan de andere kant, het is wel een compacte en hele complete oplossing.